Ik heb jou vandaag eigenlijk, tenminste jouw product eigenlijk vandaag voor het eerst gezien. Wat jullie doen is social media in Duitsland, hè? Ja, dat klopt. En wat doen jullie daar precies in? Nou, mijn naam is Ahmed Tawil. Ik ben directeur-eigenaar van Marktura.com. Mm-hmm. Wij helpen bedrijven, zeg maar, online business, dus geld verdienen via het internetkanaal. Mm-hmm. Nou, een belangrijk item in het internetkanaal, zeg maar, is social media. Mm-hmm. We zijn eigenlijk begonnen in Nederland met bedrijven. En dat gaat met name business to business, dus niet business to consumer, maar met name bedrijven naar bedrijven toe. Hoe kun je dan met social media daar gewoon je strategie en goed geld verdienen en in ieder geval je informatie goed delen. Mm-hmm. Vanuit Nederland kwamen we in contact met wat Duitse bedrijven, dus zijn we de Duitse markt op gegaan. En daar kwamen we erachter dat het in Duitsland toch op een andere manier gaat dan de menigte in Nederland denkt. Nou. Ja, want Twitter is bijvoorbeeld helemaal niet populair in Duitsland, hè? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat als je gaat kijken naar een populaire kanaal, daar hebben mensen wel vaak over, is het overal gebruikt, neemt Twitter toe. Alleen in Duitsland zie je het afgelopen jaar een afname van 17% bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het betekent wel dat het nog wel gebruikt, want absolute getal is natuurlijk nog wel meer als Nederland. Maar stel dat in Nederland bijvoorbeeld iets van 7 miljoen of 3 miljoen mensen Twitter gebruiken, dan gebruiken in Duitsland 6 miljoen mensen Twitter. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt, dan heb je in Duitsland heb je daar iets van 40 miljoen mensen die bijvoorbeeld Facebook gebruiken. Dus de verhouding is daar veel. Ja. Maar dat heeft weer te maken met een aantal dingen vanuit de cultuur, vanuit zeg maar, perspectief. Duitsers houden heel duidelijk van duidelijke communicatie. Niet van dat korte en onzinnige communicatie. Het moet helder zijn, uitgebreid zijn, dat mensen er iets mee kunnen hebben. Mm-hmm. Nou, naast de verschillende kanalen, je ziet bijvoorbeeld ook zakelijk dat men bijvoorbeeld Xing veel meer gebruikt als hier in Nederland LinkedIn. Dus ook een andere zakelijke portal. Is ook de manier waarop je bijvoorbeeld via die kanalen, noemen wij de contentformule, is ook heel belangrijk dat je op zijn Duits doet. Ja. Dus vermijd Engelse termen bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan heb je nog een heel belangrijk verschil in welk segment zit je. Zit je bijvoorbeeld in een segment die wel een beetje vooruitstrevend is, dan zie je daar nog wel mensen die ook graag mee willen, ook daar wel eens vooruitstrevend in willen zijn. Mm-hmm. Maar zit je bijvoorbeeld in het segment overheid, dan heb je een heel groot verschil met bijvoorbeeld hier in Nederland, waar sommige gemeenten vooruitstrevend zijn, is het in Duitsland nog heel erg terughoudend. Mm-hmm. Dat men denkt van ja, wat moeten we daarmee en moeten we dat nog op die manier doen. En, dus dat zijn best wel behoorlijke verschillen afhankelijk van de branche waar je zit. Ja, en ook de deelstaat waar je zit maakt ook nog uit. Hè? Wat jij zei van als je dicht bent bij de grens met Oost-Duitsland zit. Dus ja, wij doen naast social media doen bijvoorbeeld ook heel veel searchonderzoek. Dus hoe mensen zoeken. Nou, dan zie je wel een bepaalde thema, zie je heel hoge zoekvolumes. Maar dan zie je bijvoorbeeld in de deelstaten die vroeger tot Oost-Duitsland behoren. Mm-hmm. Dan zie je geringe zoekvolume, geringe gebruik van internet. Dus daar is het gebruik van social media ook minder dan bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen of in Beieren of in de westelijke deelstaten. Ja. Dus in die zin is het ook heel belangrijk, Duitsland is heel groot. Welke staat ga je hier richten? Ga je op Duitsland richten? Of wij adviseren klanten ook altijd, begin maar eens even met Noord-Rijn-Westfalen, waar de meeste Nederlandse zaken mee doen. Mm-hmm. En richt je daarop. Dus dat zijn ook nog weer verschillen. Ja. En als mensen nou meer willen weten van dit onderwerp, want het is een interessant onderwerp, welke site kunnen ze dan... Dan kunnen ze contact opnemen met ons, met www.maratura.com, staat meer informatie, info@maratura.com, @maratura, kun je twitteren, je kunt groepen, dus via onze site staat informatie, dan kun je contact opnemen, bellen, mailen, twitteren, we zijn altijd bereikbaar. Ja, prima, dankjewel voor dit korte gesprek. Graag gedaan.